wat we hier zien is een uitzonderlijk mooie blauwe tros al. Vooral in de eerste week van augustus. En dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gezien. Wijnboer Siem weet niet wat hij meemaakt. Het West-Friese Wognum kent zomerse temperaturen zoals in wijnlanden als Spanje en Frankrijk. De hitte laat de druiven groeien als kool. Het is allemaal van de hoge temperaturen, maar ook van het hele stabiele weer wat we hebben gehad vanaf mei. Die plant die houdt ervan dat het vrij constant is. Hè? Dus geen regen, geen harde wind, alle dagen zon erop. En het zijn eigenlijk net mensen, hij voelt zich echt thuis. Na jarenlange magere jaren is het nu tijd voor de vette jaren. En de hele familie helpt mee. De vrouw van Siem, zijn dochter en zijn zoon werkt in het naastgelegen restaurant. Maar wie gaat al die wijn van de toekomst oogsten? Het lievelingsdruifje van de familie, genaamd Kate. En de derde generatie kan de wijn al ruiken. Maar de Nederlandse wijn van een paar jaar geleden is nou niet echt beroemd. Eerder berucht. Nou ja, het is heel onstabiel. Het is, weet je, dan heb je mist, dan heb je regen, dan heb je harde wind. Dat zijn toch omstandigheden die je eigenlijk liever niet wil als wijnboer. En ja, zoals dat nu gaat, nou, het is voor ons een droom. Maar waarom bent u het überhaupt dan in Wognum gaan proberen als je ook in Frankrijk het veel makkelijker hebt? Ja, maar in Frankrijk heb ik meer concurrentie. En met al die zon is Siem nu trots op de West-Friese wijn. Ja, natuurlijk. Wat wil je? Dit soort wijn en dan hier in West-Friesland. De Pinot Noir gewoon op Wognumse grond. Zo is het. Ik Proost. Ga hem eens proeven. Ja, en hier had ik wat moeite om de kritische journalist te blijven. Zo, dat is mijn zesde. Ja. Ja, Koen, je blijft doordrinken, hè? Dat kan toch niet, man? Nee, maar ik vind hem wel van een uitzonderlijke kwaliteit. Ik kan er net op mijn benen staan. En er zit nog meer in het vat. Op 6 augustus is de Wognumse wijn te proeven op de landbouwtentoonstelling in Opmeer.